Dames en heren, jongens en meisjes, welkom allemaal bij Border Survival. Justin, wat doe jij op dat dak daar? Inspectie. Inspectie, jij bent 2 afleveringen ben je weg geweest. Rick en ik hebben ons kapot zorgen gemaakt. We hebben ons heel erg zorgen gemaakt. En in één keer ben je er weer en sta je op het dak. Wat ben je nou aan het doen? Ja, dat zeg ik net, inspectie. Inspectie, het kou-kou-huis, het is prachtig. Er is helemaal geen inspectie nodig. Lekkage, misschien? Is er lekkage? Maar het is wel belangrijk om te controleren, hè? Hey, welkom terug. Kom eens gezellig beneden. Er is van alles gebeurd in de 2 afleveringen. Ja, ik vang je op. Ik vang je op. Rick, vang je op. Oh, ik werd gebeld. Hey. Goed, Justin. Oké, het cacaohuis is niet zoveel veranderd, Justin. Dat is allemaal nog zoals het was. Maar zoals je kan zien, hebben we daar een nieuw huisje met een... Hallo? Wacht even. Dit vind ik even heel belangrijk wat hier gebeurt. Hebben we emeralds? Ja, hebben we. Doe de mushroom, alleen de mushroom en de pufferfish. Maar de pufferfish hadden we volgens mij ook al. We hadden emeralds, wacht, waar zijn die? Het enige wat interessant is volgens mij de brown mushroom. Is dat zo? Maar maakt niet uit, laten we deze beesten in ieder geval killen. Deze beesten killen is handig, dan hebben we leads. Kom hier, stinkbeest. Ja. Hoppakee. Ik heb 8 emeralds. Hachu. Oké, kijk wat je van hem kan kopen, Rick, wat handig is. Dan geef ik in de tussentijd Justin een toets. Justin, kom gezellig hier. We hebben hier... Het nieuwe, waarom ligt er zoveel troep daar? Oh, dat zijn vissen. We hebben hier het monumenthuis. Ik dacht dat het troep was. Ja, wat zijn vissen. Kijk. Het monumenthuis. Dit is het monumenthuis. Alles wat wij verzamelen, dat verzamelen we nu ook daadwerkelijk gesorteerd en al in de kisten. Zoals je kan zien. Zodat we daadwerkelijk ook voor de kijkers thuis kunnen laten zien wat we allemaal hebben verzameld. Van elk item moeten we natuurlijk 1 item verzamelen. Voor de mensen thuis die nog steeds niet deze serie snappen, elke keer... Als wij een nieuw item verzamelen, wordt de border groter. Hij is inmiddels zo groot dat je hem niet eens meer ziet, maar er is eigenlijk een border. En we moeten 1000 items verzamelen. In totaal hebben we er iets van 300, volgens mij. Ja, zoiets. Wat is er, Justin? Ja, ik heb een blokje dat nog hier in de kist staat. Oh, dan mag je dat in de kist doen. Dan moet je wel even kijken waar je dat moet sorteren. We hebben hier ergens een netherkist. Kijk, hoppakee. Hoppakee. Hey. Dat doe je goed. Maar Rick heeft de vorige aflevering een uitdaging tussen ons 2 gewonnen. En die mocht beslissen wat we deze video gaan doen. Ja. Dus Rick, zeg het eens. Wat gaan we doen? Wat zijn de taken voor Wat heb je voorbereid? Ja, ik heb enorm veel voorbereid. Echt totaal niet net 3 minuten van tevoren dat ik dacht van, oh nee. Ja. Zoals jullie hier zien, hebben wij hier kist nummer 1. Oké, dus bij kist 1 hebben we allemaal soorten glas. En terracotta is het volgens mij, als ik het zo zie. Ik bedoel, concreet. Concreet is het natuurlijk. Ik heb dit voorbereid. Concreet is op zich wel te doen. Dat is met gravel en zand. Dus dat zouden we kunnen doen. Dus hier zand? Kan zeker weten. Ja, wij ben jij heel verder op. En ik zie gravel. Heel veel gravel en zand komt ook wel goed. Ja, ik zie het. Oké, wat heb je nog mee? Wat is er nog mee in de taak? Ja, dan gaan we dus naar kist nummer 2. Daar hebben we heel veel soorten koraal. En in de vorige aflevering hebben wij natuurlijk koraal gevonden, inderdaad. Ja. Helemaal zonder mij. Zonder jou hebben we koraal, maar toen konden we er nog niet bij. We hebben het bewaard voor met jou. Dat is lief. Ja, dat is lief, hè? Ja, misschien omdat we er niet bij konden. Lekker. Ik heb 48. Dan ben je hem ook niet waard. Nee, deze lop. Maar ik heb geen koekje nu. Ja, nee. Hier. Dankjewel. Hey. Ik heb hem. Ja, bedankt. Oké, wat is kist nummer 3? Dan heb ik kist nummer 3. Die zit helemaal vol met allemaal redstone spulletjes. Dus dat is ook wel te doen. Heb ik. Justin, omdat jij weer terug bent na 2 afleveringen, mag jij kiezen welke... Jij mag als eerste kiezen. Wil je redstone, glas en concrete of wil je allemaal koraal? Koraal. Koraal, dan mag jij al het koraal gevonden. Heb ik eerst een opdracht voor jullie. Oké. Ik steek zo meteen deze boom in de fik? Nee. Jawel, dat is leuk. Wat nou als het cacao-huis in één keer in de fik vliegt? Ja, geen lekkage meer. Nee, dan heb je geen lekkage meer, dat klopt. Laten we koraal doen. Oké, jij doet koraal. Rick, dat doe jij. Ja, hoezo? Wat? Ik dacht, we gaan met z'n allen. Nee, we doen allemaal een eigen taak. Ik dacht, we doen iets leuks, maar dat is het moeilijkste. En degene die als eerst klaar is, die mag de volgende aflevering beslissen. En die wordt leider van het cacao-huis. Rick is op het moment commandant van het cacao-huis. Ik heb hem gebouwd! Ja, maar ik heb hem cacao-koud. En ik heb hem ook gekoud. Maar wat wil jij doen? Welke taak wil jij? Ik wil graag... Ik heb de vorige keer natuurlijk de lastigste uitgezocht. Ja? Ik ga wel voor het glas en de concrete. Oké, dan ga ik wel het redstone doen. Dat vind ik prima. Ik ben onderweg! Weet je welke kant het op is? Nee! Het is naar rechts. Dus om de monumentenhuis en dan naar rechts, rechts in het hoekie. Ik moet verzamelen. Ja, al het koraal wat je ziet en wat er in die foto staat, moet je verzamelen. Maar je moet ook levende. Dus je hebt ook iets van siltarts of zo nodig.
Succes! Jij koos voor. Succes, Justin! Ja, kijk, ik koos er niet voor. Ik koos voor het idee Koraal. Dat het dan leuk... Nee, dat het dan leuk was laten voor we trouwens video, even slapen dat we met z'n allen gingen zoeken. Nee, we gaan op z'n beurt. Ja, dat wist ik niet. Ik ga in mijn bedje liggen. Laten we even slapen. Ja. Justin is er ook gewoon weer om bij eindelijk ons te liggen. Wordt het bed kijk, opgevuld. Kijk, gezellig het is nee. weer. Nee! Justin! Dat kan je niet doen. Waar slaapt hij? Waar ligt hij? Justin? Ja, weet ik niet. Justin, ik ga even kijken. Oh, hij ligt voor het raam. Oh. Maar hij ligt achter ons. Als ik zo die foto bekijk, hè? Ja. Ja. Zie ik dus ook stairs. Nee, maar ja, die hoeft niet. Die hoeft niet. Bij jou is alleen even koraal. Ah, even koraal. Nou, even. Ja, veel plezier. Ik ga alle red zo'n dingen doen. Hoe ga ik dat doen? Ja, maar dit kan jij, Justin. En deuren en buttons en slaps en... Wat zijn dat? Nee, ik moet ook... Je moet ook sproes en zo. Dat is ook niet te doen. En acacia. Ja, maar er is ook helemaal niks, maar alles is op. Wat hebben jullie gedaan? Er is helemaal niks. Hoezo, er is niks. We hadden heel veel iron. Het is allemaal gewoon... Ja, dat is toch allemaal benut? Wat dacht je daarvan? Ja, niks voor mij overgelaten. Sjoe, nou, er ligt trouwens hier ook volgens mij nog wat. Rick heeft het allemaal op rare plekken gelegd. Rick, ja, in die barrels. Volgens mij ligt dingen. Het ook in de barrels ligt van alles hier. Kijk, hier ligt ijzer. Ja, het is heel gek. Hier ligt ook weer een beetje ijzer. Ja, ik moest een. De opslag was leeg. Het is nog geen paas of zo. Hoeven we dan niks ik wil Pasen. Oh, je hebt geen eitjes verstoppen. Ja, maar ik wil het graag voor mezelf houden. Ja, ja. Ik heb nooit geleerd om te delen, Justin. Nou, misschien wordt het dan een keer tijd. Oh. Jongen, Rick. Schaam je. Schaam je. Moet je kapot schamen. Ja. Is helemaal iets? Ah, geen zin in, joh. Ja, ik heb eigenlijk alles al. Ik moest naar rechts, hè? Ja. Ja, naar rechts om het monument thuis zijn. Dat is de andere kant van links, Justin. Wat heb je allemaal gemaakt? Waarom had je zoveel ijzer nodig, Justin? Wat? Oh, ik heb alles meegenomen, sorry. Jemig. Ik ben al onderweg. Justin, je moet leren om te delen. Ik deel het met de zee. Zou ik gaan delen met de zee? Nee. Elk blok heb ik gemaakt. Oké, dat is het eerste. Oh, ja. Zo, kijk, die mag gaan. Ja. Wow, wat knap. Wow, hoezo wow, wat knap, hallo. Ik zie zeekomkommers. Stond dat op mijn lijstje? Hoe maak je een trapchest? Ja, die heb ik al, Justin. Oh, die heb je al. Ja, maar die kun je er wel bij doen. Ik maak een schildpad-ei. Hoe maak je een trapchest? Nee, hoe maak je een schildpad-ei? Nee, hoe maak je een trapchest? Met een tripwirehoek erin. Oh, pennootjes. Nou, dat is moeilijk. Hoe maak je een tripwirehoek ook alweer? Met iron en een stick, volgens mij. Maar en, het ijzer ligt ergens in het water! Nee, in mijn inventory. Maar ik heb geen silk touch! Hoe moet ik doen? Dit je kan toch al het grijze vastzakken eerst? Dan doe je eerst dat. Nee, want dat verdwijnt. Nee, maar dat heb je ook nodig, dat grijze. Ja, dat is doodkoraal. Dat kan je gewoon pakken, Justin. Ja, maar dat is toch niet dood in een zee? Jawel. Wat? Jullie hadden ook nog niet. Alles heeft toch een kleurtje in de zee? Ja, maar als je het hard, ja, maar dan we hebben toch grijs? Ook, ja, dan wordt het toch grijs? Ja, maar dan heb ik één iets. Justin, wat heb je wat doe je nou allemaal weer moeilijk, Justin? Ja, maar dan heb ik maar één blokje. Je bent weer heel raar aan het doen. Ja, dat klopt, maar... Zo, die Max, jongen. Ja, ik ben... Nee, jij moet nou even rustig aan doen, Justin. Ja, ik heb gewoon dead koraal, hè. Hier, hoppakee en hoppen. Hebben we al een klok? We hebben nu een klok. Klok, klok. Wie is daar? Ik. Ik wie? Rick. Ik. Rick. Wie is Rick? Dat ben ik. Dit is wel een hele gevaarlijke missie. Hebben we Silk Touch? Nee, natuurlijk. We hebben niet eens één enchant. Ja, maar... Hadden we kunnen hebben als Mark niet was doodgegaan. Rick gegaan. Force, hoezo heb je dit idee dan bedacht? Want ik heb twee blokjes en het idee is gestopt. Nee, je kan toch al het andere koraal kan je gewoon nog hakken? Nee, er zijn dat is een heel veel soorten. Justin, er zijn heel veel soorten. Dat kan niet. Ik heb wel. Nee. Dan kun je het allemaal dood, maar dat is ook prima. Dat kan niet. Waarom hoezo kan dat niet? Nou, als ik het scheer, wordt het niks. Als ik het hak, wordt het niks. En met een hoop. Hoezo met een hoofd? Probeer het eens met een hoofd. Oh, ik ga het even proberen met een hoofd. Wat een ongelooflijk goed idee dit. Even kijken hoor. Ook niet! Nou, dat is toch echt jij koos voor. Jij hebt de eerste keuze. Jij kiest voor het koraal. Ik dacht dat het leuk. Mensen hebben twee afleveringen. Hoeveel afleveringen hebben jullie opgevallen? Ja, zoiets. Twee, zonder jou. Twee, nou dan is twee jaar je makkelijk Silktouch boekjes kunnen verzamelen. En ik zit nu zonder eten op open zee. Nou. Ik kom terug, want dit was mijn avontuur. Fijne dag. Ja, ik kan hier niks. Oké. Okay. Ik ga hier had ik nog gewoon de eerste keuze ook. Ja, je had de allereerste keuze en dan verpest je het even goed. Nee. Oh, ik ga het even opzoeken in Google. Mag wel, hè? Ja, natuurlijk.
Kan je het vinden? Mm-hmm. Het komt erop neer. Ja. Ja? Ja, natuurlijk. Om koraalblokken levend te houden, moet minstens één zijde van het blok in contact zijn met water. Ja, maar als je het hakt, wat, gaat het dan gelijk, wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er niks, want dan gaat het gelijk dood. Ja, maar dan heb je wel een dode takje, toch? Ja. Nee, ook niet. Huh? Je krijgt niks. Je krijgt twee blokjes. Ja, maar zijn het geen verschillende blokjes? Ja, twee verschillende blokjes. Waarmee is het niet? Er zijn twee dode blokjes. En die heb ik. Dus ik ben weer terug. Hey, Justin. Hey, gezellig, Justin. Ik denk niet dat ik ga winnen. Maar... Nee, ik denk het ook niet. Met die mentaliteit van jou niet, nee. Nee. Misschien leeft het weer als ik het in het water zet. Zou het dan... Werkt het? Het heeft gewerkt, hè? Heeft het gewerkt? Ja! Ja, helemaal niet. Dus, ja. Mooi, Justin. Nou, het gaat lekker. Misschien kan ik op dead koraal wel weer levend koraal maken en dan heb ik er nog steeds niks aan. Ik ben lekker bezig, jongens. Ik heb echt al van alles en nog wat. Ik ben lekker bezig. Ja, ik niet. Ja, jij koos er zelf voor, Justin. Ja, ik koos gewoon voor het leuke. Kijk maar, dit is mijn kist hier. Ik ben hem lekker aan het vullen met van alles en nog wat. Ja, maar diegene die dit idee heeft bedacht had moeten nagaan of de apparatuur er was om het te kunnen doen. De apparatuur er was. Maar de apparatuur was er niet. Ik vind nu dat je mij een beetje uitzingt. Ik kan zeggen, nu ben je Rick aan het aanvallen zonder enige reden. Weet je wel niet hoeveel voorbereiding ik hierin heb getroffen? Nou, vertel eens. Helemaal niks. 3 minuten. Weet je niet hoe kostbaar 3 minuten is, Justin? Ja, we hebben trouwens ook kunnen... We kunnen al naar de Nether, Justin. Als je dat niet daar misschien iets nodig hebt. Misschien vind je daar wel een zilkruisboekje. Ja, dat is een goeie. Dat ga ik doen. Probeer het. Dat is mijn idee. Heb je diamonds? Nee. Nee, die heb ik allemaal opgemaakt. We hebben zilkruis op een groene pickaxe. Want we hebben ook geen eieren meer. Oh, dat heeft Justin in zijn inventory. Maar... Waar is de portal dan? Of hebben we bij de farm. Bij die de farm. Ook op een... Is de portal echt? Ja, ja bij de farm. We hebben echt een portal bij de farm. Dat meen je niet. Ik meen het. Het is best wel een enge portal. Ik dacht misschien... Weet je nog, Rika was eng. Ja, ja, het was een spannende. Spannende portal was het. Spannende portal, ja, is het. Wat ben je nou aan het doen? Oh. Heb je ook eten? Ja, heel veel koekjes. Ook bij het monumenthuis. Hier, op het hoekje. Op het hoekje van het koekjehoekje. Dit is het hoekjekoekje. Kijk maar. Hoekie. Het is het hoekjekoekje dit. Nee, zoekiekoekjes. Ja, het zijn alle cookies. Dankjewel. Nou, mijn missie is voor deze hele aflevering 76. Ja, ik ben druk gewoon allemaal redstone dingetjes aan het craften hier. Ja, ik vind wel dat je tot nu toe weinig hebt gemaakt, Justin. Wij maar ons best doen. Ik heb helemaal nog niks gemaakt. Ik heb alleen 2 blokjes gehakt. Ja, ik heb misschien... Justin, wacht, heb je nog ijzer voordat je gaat? Ja, ik ben in de Nether. Zou ik het teruggooien in de portal? Nee. Ik gooi terug in de portal. Ik heb al... Het is uit de portal nu. Het ligt ergens. Ik ga het nu halen. Misschien is het die span. Het ligt hier echt inderdaad. De post. Wil je nog meer? Heb je nog een dead koraalblokje? Wacht, ik heb... Nee! Ik heb ook nog wat dirt. Dat koraal moet je wel bewaren om het uiteindelijk kwijt te kunnen op de goede locatie. Er was een meeting table. Nee. Maar niet. Nee. Nu wel. Ik wil even een screenshot van maken, anders ben ik er weg kwijt. Helemaal chain. Nu wel. Ja, maar dit is ook helemaal niet leuk meer. Kijk, dit vinden kijkers ook helemaal niet leuk. Wat? Nou, dat jullie allemaal dingen doen. Ons best! Dat wij ons best doen, dat vinden ze niet leuk. Nee. Ze houden van... Simpel. Simpele mensen. Zoals jij. Simpele mensen zoals jij, een simpele ziel. Ja. Het is echt levensgevaarlijk hier. Mensen met ongelofelijke... Oh. Hebben jullie dat kistje al geopend? Denk het wel, ja. Zo te zien wel, hè. Tuurlijk. Tuurlijk. Oh, jij bent sterk. Jij bent sterk. Apenootjes. Dankjewel. Nee, hij ging bijna verkeerd hoor. Ah. En hebben we deze hebben we ook. Poing. Ik ben alleen maar goede items aan het verzamelen. Jullie zijn een beetje jullie neus aan het peuteren, volgens mij. Jullie, ik ben gewoon druk bezig hoor. Ja, ik doe helemaal niks van. Volgens mij doe jij helemaal niks inderdaad. Nee. Heb je ook koraal, Justin? Ja, 2. Ja? Ja, ook koraal, Justin. Ook levende, of dat niet? Oh ja. Kijk. Hoe maak je ook weer redstone lamp? Met redstone. En kwarts, volgens mij. Tuurlijk. Dus ik heb helemaal vergeten dat ik redstone nodig had. Geen probleem. Hebben we nog kwarts? Ja, om met dirt proberen. Nee, want dat heb je allemaal laten liggen. Heb ik dat laten liggen? Ja, toen zei je van, oh, dat is handig voor andere afleveringen, anders moet ik het dan weer gaan zoeken. Hè? Ja. Heb ik helemaal niet gezegd. Ja, dat heb je wel gezegd. Ja, oké, waarschijnlijk heb ik Sebastian, flashback. Nee! Weet je hoe moeilijk dat is om terug te vinden voor Sebastian? Ja, daarom. Ja, joh. Ja, Sebastian moet gewoon even... Je moet gewoon waar voor je geld krijgen. Grapje, Sebastian. Justin, kan je ook even... Nee, wacht, dat doe ik zelf wel als mijn taak.
Ja, weet je wat? Ja, nee, 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 het is goed, Justin. Het is mooi zo. Nee, doe maar weer zo, Justin. Ja. Ja, maar dit vond ik eigenlijk helemaal niet leuk, jongens. Jullie hebben straks die hele waslijst. Ja, en dan heb ik eindelijk die Silk Touch. En dan zijn jullie al lange afleveringen gestopt. Ja. Jij hebt zelf gekozen. Ik heb al 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 nieuwe items verzameld. Ik heb 1 aflevering, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. En hoeveel heb jij, Justin? Nou, leuk dat je het vraagt, Mark. Hoeveel? Wat even slaap ik. Ja, ik kom eraf. Ja, ik ben nog aan het tellen, hoor. Je bent nog aan het tellen. Oh, ja, ja. Doe het even. Nou, ik heb een serieus groot probleem. Nou, dat is. Mijn pickaxe is stuk. Oh. Je bent in de Nether. Ja, nou, we gaan er door. Zonder pickaxe. Ik moet ook even in de Nether. Mian, wat moet jij nou in de Nether? Ja, dat ga ik niet zeggen tot ik er ben. Wat, waarom ligt er dood koraal in de portal? Dan, ja, Justin, dat moeten we wel verzamelen. Ja, ik heb er toch wat toe teruggestuurd. Ja, maar... Oh. Ik heb nog 7 blokjes, en dan kan ik dus niks meer. Justin, ben je bij een blauwe biome? Nee. Nee. Nou. Moet ik in een blije, in een blije, blauwe. Blije, blauwe. Hallo, portal. Net op. Castle, where are you? I'm here. Anyone home? Heb je zo'n kasteel? Nee, Rick. Oh, ja, omdat je zegt, hello, net een castle. Ja, die zoek ik. Ik zie je aan het laten praten, Justin. Ja, ik zoek gewoon iets. Kom op. Kijk, Rick is ook lekker aan het verzamelen. Wij doen echt ons best, Justin. Ik vind wel een beetje dat je je taak aan het verwaarlozen bent. Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Dan word ik weer gebeld, die jongeman. Dus waarschijnlijk is hij gemute. Ja, nu ben ik weer. Potverdikkie. Ja, joh. Wat een beller. Wat een beller. De Nether heeft ook een border. Echt? Ja. Huh? De tandjes. Oh, maar dat doe je wel goed. Die Crimson Plinks en zo. Ja. Volgens mij stonden die op max. Heet het, Wat? Crimson Planks. Nee, die moet ik inderdaad nog maken. Ja, nou. Ik zag in mijn ooghoek een boren. Lekker, Justin. Je bent toch wel een beetje goed bezig. Niet veel, ja, maar wel een beetje. Ja, het gaat toch wel iets de goede kant op. Ja, nee, maar ik moet even inkomen. Jullie zijn al twee afleveringen verder, hè? Ah, ja. Dat zou het zijn. Ja, ja, maar natuurlijk is ook een boren in de Nether. Want anders kan je gewoon een portal hier neerflikkeren. En dan ga je zo weer, huppatee. Dan ben je natuurlijk uit de portal, snap je? Nee, daar heb je gelijk. Ja. Oh nee, ik word aangevallen. Apennootjes. Oké, ik kan nog meer nieuwe apennootjes maken. Apennootjes. Justin, wat ben je nou aan het doen? Apennootjes, ik heb 2 hartjes. Apennootjes. Justin gaat dood. Oh. Justin gaat dood. Erop. Als je shield nodig hebt, Justin, moet je het even zeggen. Nou, leuk dat je het vraagt, Rick. Ik bied het aan. Ja, nee, dat is niet. Observer, die hebben we. Dan maken wij deze, dan maken wij deze. Dan maken wij deze, dan maken wij deze. Dan maken wij... Oh, dat kan niet. Oh, jongens, kijk nou wat ik allemaal aan het doen ben. Kijk nou wat ik allemaal aan het doen ben. Doe je dat goed, Max? Ja, hè? Ja, en dan kijk, druk eens even hoeveel just YouTube staat 1, 2, 3 keer er ook al tussen, hè? Maar daar hoorde helemaal niemand over. Goed gedaan, Justin. Geen probleem. Heb je al een kasteel gevonden? Ja. Ja? Ja. Ik leg je koraal ook wel in mijn kistje. Dan heb ik die ook al vanaf nu verzameld. Oh, nee, lief. Dat meen je niet. Wil je even heel snel de borden even gaan upgraden? Wat dan? Ik zie een kasteel. En weet je waar die zit? Nou? In de border. Achter de border! Hoeveel blokken? Want we kunnen kijken of we kunnen helpen. Nou, dat is wel heel optimistisch. Even kijken hoor. Ja, maar dit vind ik gewoon echt onaardig. Kijk, komt hij ding... Komt hij aan, Justin? Oh ja, even wat groter. Hoeveel ik groter? Nog, ik moet nog een stuk of 10 blokjes. Ja! Oh! Ja, ja, kom 10. Op man. 10. Dat is er helemaal niks. Maar de kans dat je daar een Silk Touch ding vindt is zo echt inimini. Nee, die hè? Is er. Nee, dat... Ik heb een glas gestolen, Rick. Waarom? Die heb ik nodig. Nee, maar dat is mijn glas. Ja, het is nu omgezet naar een... Ja, maar dit vind ik echt wel... Even kijken. Wat vind je nou? Wat is er nou weer, Justin? Ja, zit je nou weer... Ja, dit vind ik wel sneu. Je daylight sensor, hoppakee. Piston. Hoppakee. Oh, die hadden we al een piston. Ja, die heb ik een keer gemaakt. Waarom? Omdat dat moest. Van wie? Van mezelf. Oh, duidelijk. Dat vind ik echt niet leuk dit. Jongens, doe even je uiterste de best, kom op. Even heel veel verzamelen. Ik zit op zoek hoe je ook weer pink dye maakt. Hadden we al kwarts... Oh god. Hij is weg. Er was bliksem ingeslagen op het cacaohuis van Rick. Maar we hebben zo'n ding neergezet. Zo'n lightning ding. Hoppakee. Komt ie, hè? Ik kan het kasteel in. Boom. Oh, die heeft er allemaal kwartsversies gemaakt. Ik dacht, nu ben ik kwarts aan het spelen. Er is weer bliksem ingeslagen. Ik denk dat Justin er... Oh, het dak staat in de fik! Nee, echt? Het dak staat in de fik. Oh! Kauwkauw huis! Blussen! Het blussen! Wacht, ik kom eraan! Oh, hoe kan het kauwkauw huis nou in de fik staan? Oh, nee.
Hé, hey, gast! Nee, Rick! Nee, Mark! Nee, ik ga me lussen. Oh, het is al weg. Het regent. Tuurlijk gaat het dan weg. Oh. Oké, maar even stress, maar er is niks aan de hand. Niks aan de hand. Hoe gaat het bij jou, Justin? Goed, ja, ik ben op weg terug weg. Hoezo? Weg terug weg. Ja. We hebben letterlijk bijna de dinges voor je. Ja, maar we hebben trouwens een chocoladeboekje hier. Nee, grapje, dat hebben we niet. Nee, dat dacht ik al. Ik heb hier een chocoladeboekje. Ik wil hier niet zo brutaal doen. Help! Help! Ik voel me echt fijn, dat loopt deze aflevering. Ja, dat ben je ook eigenlijk wel, zeg, heel eerlijk. Ja. Ja, doe niet zoveel nuttigs. Daar kan je ook niet omheen, hè? Nee, maar jij koos ervoor, Justin. Ja, ik koos ervoor, maar ik koos in het belang van de kijker, ja? Ja, en wat vind je de kijker zitten nu te kijken naar mensen die... Even kijken, hoor. Even kijken, hoor. Dat is even kijken. Glas en concrete zitten te maken. Nou, wat leuk, ja? Ja. Ah, creeper! Hey, en er zit iemand kwartsblokjes te hakken. Misschien wordt deze door de bliksem gepakt. Ja, en dan gaan we allemaal dood. Nee, en dan blazen we van alles op en dan krijgen we een hoofd. Oh. Misschien als hij jou dan opblaast, krijgen we jouw hoofd. Vet. Ja, kijk, wacht. Wacht, ik ga even bij hem kijken. Oh, oh. Kijk. Oh. Kijk, als ik hem nou hierheen lok. Ja. Dan moet je daar een beetje rondjes paraderen. Ja. Oh. Bliksem, alsjeblieft. Ah! Wacht, ik haal de brug weg. Waarschijnlijk springen die beesten er vanaf? Nee, tuurlijk niet. Dat doet ze niet. Kijk maar. Niet. Doet hij niet. Let op. Hij deed het wel. Oké, laatste brug. Ga kijken wat. Misschien dat hij dan kan bliksem geladen kan worden. Oh, er waren er twee. Rick, bouw de brug. Ja. Wacht, ik bouw de brug. Ja, oké. Okay. Oké, haal hem daar naar weg, dat er niks nieuws op kan komen. Gast, dit moet goed komen. Kijk. Als we nou zo doen. Oh. Let op, kijk. Nu gaat hij niet... Ja! Hij staat perfect, Rick! Hij staat echt perfect! Kijk hem nou! Oh, ja, ik kom... Alsjeblieft, bliksem! Ik ga kijken. Als hij... Nee! Ja! Nee! Oh. Hij stond! Man! Hij was wel... Hij was geladen, maar omdat ik hem al twee keer had geslagen, is hij doodgegaan door de bliksem. Nee! Hadden jullie alleen een creeper? Waren een creeper geladen met bliksem? Een nieuwe zoeken. Dat is gewoon je dood. Hoezo, dat is je dood? Als dat beest ontploft... Ja, maar dan wilden we hem bij een skeleton of zo laten oploffen. En dan kregen we het hoofd van een skeleton. Ja, en we hadden hem op het huis staan, dus daar kon niks fout gaan. Ja. Gast, de hele KOK-huis had op plaats geweest. Wat een ongelooflijk goed idee, jongen. Waarom deden we dat inderdaad op het KOK-huis? Max, vat je iets op trouwens? Huh? Je hebt de ramenrols gemaakt. Oeh, hè? Ik had een beetje glas over. Alleen boven heb ik niet. Dat vind ik gezellig. Oké, ik heb van alles en nog wat gedaan. Ik ga nu proberen een nieuw hout te zoeken. Oh ja. Ja, ik ga even kijken. Ik ga gravel. Ik heb van alles en nog wat allemaal redstone dingen gemaakt. Dus nu kan ik mooi kijken of we spruce kunnen vinden. Zou de desert nu al in de buurt zijn voor die cactus, Rick? Huh? Ik zal daar even voor kijken. Dat is wel een hele goeie inderdaad. Daar ga ik even voor kijken. Of we misschien die woestijn kunnen pakken. Apennootjes. Gaat het goed, Justin? Nee, twee hartjes. Er zit een varken met een ongelooflijk grote slagtand. En met borsthaar boven op zijn voorhoofd. Borsthaar op zijn voorhoofd? Ja, nou, dat zie je niet vaak, maar ik zie het nu en denk, nou... Ik heb even de birchboot hier. Hey, ik heb ook even een boot gemaakt. Ik moet gravel hebben. Wordt het nou ochtend of wordt het avond? Het wordt ochtend, hè? Het wordt ochtend, ja. Ik heb helemaal geen besef van tijd hier in de nether. Het is kwart over negen. Kwart over zes... Oh. Nou, Rick, volgens mij is wel eens een kans dat we cactus kunnen krijgen, hoor, nu. En dat we dan groene dye kunnen krijgen. Ja, ze hebben best wel veel erbij gekregen. Nou, volgens mij is de cactus... Ik kan het net niet goed zien. Nee! Oh, ik kom er nog net niet. Hoeveel blokjes denk je nog? Niet veel meer. Echt niet veel meer. Nou, op zich. Misschien ook wel... Ja, wel op zich nog wel wat. Nu ik zo dichtbij ben. Niet veel meer. Nee, 20 veel, misschien, 20, 30. Nog 4 afleveringen. Hey, het wordt avond, Rick. Wat zit jij te liegen tegen mij? Ja, ik dacht dat het ochtend werd. Nee, het wordt avond. Rick. Heb ik heel mijn avontuur verkeerd ingeschat. Ja, Justin. Je weet toch wel verschil tussen nacht en ochtend. Ah! Wat? Rick. Ja? Ik heb goed nieuws. Heb je cactus? Komt-ie? Cactus! Ja! Neem hem hier mee. Hé, hey, en zo'n gekke... Oh, dan kunnen we eigenlijk ook alle wol en alle glas maken. Dan kunnen we alle kleurtjes maken, maar deze gaan we even wel planten eerst, voordat we hem gaan gebruiken. Ja, gaan we even zoveel mogelijk kakken, dan hebben we echt oneindig kakkers. Ik heb een serieus groot probleem. Apennootjes. Ik ben ingesloten op een brug, aan de andere kant is de varken en aan de andere kant ook.
Als een stentje collega. Nee. Hoezo denk je dat de varkens jou weer willen aanvallen? Wat is het voor ja, misschien met aanname wel van jou? Een theekrantje. Nee, ik ben dood! Nee, ik ben dood! Je leeft nog. Oh, je zin. Je had niet al je eieren bij je, toch? Het koraal dat je bent verzameld ben je kwijt. Jeetje, al het koraal. Al het koraal dat je hebt verzameld. En mijn... Oh, mijn diamond hoofd. Oh, dit is de diamond hoofd. Nee. Die kwam uit de vroegere aflevering. Rip. Nou, poging 3. Nu ga ik diamonds verzamelen om een enchanting table te maken om via daar een broekje te kunnen krijgen met Silk. Ik denk dat je maar een andere taak nodig hebt, Justin. Nee, want die taak ga ik uitvoeren ook. En iedereen zal top zijn. Nee, dat gaat deze aflevering niet meer lukken. Dat gaat deze aflevering helemaal niet lukken. Maar ik ga wel uit. Je hebt het wel slecht gepland, Justin, moet ik zeggen. Met je kwaal. Meneer met slechte planning. Meneer had een leuk idee. Ja, ik had ook een heel leuk idee. Ja. Glassen zalen, leek me echt leuk. Ja, maar degene van de planning moet ook opletten. En dat deed je niet. Echt wel. Ik kreeg lachen als er ook een andere manier is. En dat de hele comments volstaan dat je gewoon op een andere manier het kan. Dat zou ik echt geweldig vinden. Gewoon door middel van een piston of zo. Ja, bijvoorbeeld. Justin? Nee, ik kan met de piston proberen, toch? Waarom moet er dan niemand even slapen? Nee, natuurlijk gaat het niet. Ja, ik ben toch niet thuis? Ik ook niet. Justin, je staat naast me. Je mag in Mark's bed liggen. Nee, dat wil ik niet. Hij ligt. Oeh, lekker. We moeten ook echt allemaal slapen. Ja. Daarom zeg ik, ik ben er niet. Rick, jezus. Je heeft er niks mee te maken. Echt niet? Nee. Heb je nog één obsidian? Anders moet ik de netherport hakken. Ja, die heb ik. Echt? Ja. Dat meen je niet. Ja, serieus. En heb je ook twee diamonds? Nee, die heb ik niet. Niet? Nee. Dus eigenlijk heb ik helemaal niks aan jou. Jawel, want ik heb je gewoon een obsidian gegeven. Dat is waar. Ik zet wel even voor deze keer eventjes XG aan voor de diamonds. Dat is makkelijk. Nee, ja, is makkelijk. Nee, dat is, ja, is makkelijk, maar dat is vals spelen. Lekker, ik heb het nog niet eens. Hoe doe je dat ook weer aan? Hoe doe je dat ook weer aan? Grapje! Ik zit gewoon zo dol in met jullie, hè? Echt? Waarom is er nergens anders hout? Ik zoek sproeshout. Ik sproek... acacia. Sproeghout? Ik zoek... Wat zoek ik nog meer? Sproeghout. Dark oak, mangrove, maar er is niks anders dan oak, birch en jungle. Ja, maar oak mag er ook zijn. Wat? Oak mag er ook zijn. Is dat ook zo? Op welk niveau kon ik weer duimpjes vinden? Min 6. Nee, min 58 volgens mij. Hetzelfde niveau als Rick CQ. Min 100. Ja, dat is niet veel meer. Wat is 12 keer 12, Max? 12 keer 12. Ja. 24. Is dit, waarom doe je nou zo? Ja, weet ik ook niet. Ik kom terug naar huis, zullen we even slapen? Nou, nee. Absoluut niet, want meneer zit in de mine. Ik ben even punten aan het harken. Punten aan het harken. Ja, maar dit is gewoon omdat je niet nodig hebt. Ja, maar dit heeft hij opgespaard, dat hij dit in één stuk door kon doen, Rick. Kijk nou wat voor punten Rick aan het verzamelen is. No. Jemig, Rick, je bent de border aan groter aan het maken. Rick. Ja, ik wil naar de woestijn. Oh mijn god, ja, we hebben al de... Ja, Rick. Oh. Jemig. Helemaal niet nodig. Hoeveel heb je er nu al? 143? Mijn bedoeling is om jou in te halen. De border is ook zo belachelijk groot op het moment. Diamonds! Juist. Ja, want Justinus heeft er. Wat heb ik nodig? Komt hier, Max? Ja. Blue concrete. Light blue concrete. Magenta concrete. Oh. Red concrete. Orange concrete. Yellow concrete. Pink concrete, light grey concrete, purple concrete, ja. Ik denk dat die ding is nu wel beschikbaar is. Mag ik heel even tussendoor? Ja? Heeft iemand nog een obsidian? Nee, wat dan? Rick? Wacht, laat me even checken. Eentje. Hoezo? Nee, heb ik niet. Wat dan? Ja, dan kan ik eerst een diamond pickaxe maken met de 3 diamonds die je juist hebt gevonden om een obsidian te kunnen... Ik heb een diamond pickaxe. Of wil je een obsidian voor maken? Ja, we hebben al een obsidian, wil je? Hoezo wil je obsidian hebben dan? Ja, dan kan ik een enchanting table maken. Oh, nee, dan hou ik deze obsidian. Ik zal af... Nee, ik moet er eentje hebben! Ja, die heb... Nee, neem er nog één mee. Ja. Hier, ik heb je de cactus. Thanks. Ik kom hem wel brengen. Wat kom je brengen? De ene, de diamond pickaxe. Ja, nee, je hakt het zelf. Waar is die dan? Ja, ik ben ergens in de middle of nowhere in de grond. Wat doe je nou weer moeilijk dan? Ja, ik ga wel gewoon naar de nether, daar heb ik ook obsidian. Maar je hebt toch geen water? Wat? Je hebt toch geen obsidian? Oh, ja, maar dat is toch die ruined portal? Sorry hoor, sorry dat ik het even niet wist. Het is gewoon weer zo moeilijk te doen. Rick die is gewoon echt aan het strijden. Allemaal nutteloze spullen. En toch krijgt hij weer credits. Nou. Ja, het zijn spullen die nodig zijn. Ja, Justin. Wat is er nodig aan? Vraag mij eens even waar meneer. Blue concrete, light blue concrete, magenta, red.
Oh nee. Oh, ik ben er dood. Oh. Nou, ik ben benieuwd. Oké, maar dit item, dit gaat toch wel een bijzonder item zijn om te verzamelen, jongens. Dat we deze dan gewoon hebben, komt ie? Je gaat nooit raden. Een gele pufferfish. Hoppakee. Wow. Crying obsidian. Heb je maar één obsidian nodig, Jesse? Eentje. Oké. Niet meer, niet minder. Dan ga ik er meer maken. Nee. Niet. Kreften. Hakken. Nee, Max. Oh my days. Oh. Wat is dit? Dit is zo far hier. Ik denk dat ik dit niet overleef. Hoe ga ik daar hieruit komen? Ja, maar ik heb die obsidian echt nodig, Max. Ja, ik ga proberen. Ik ga mijn best doen. Nou ja, yeah, je doet mijn best. Ja. Ik ga sterven. Nee. Serieus, toch? Hak hem. Hak hem. Oh. Rick, welke doos zit jij? 64. Ah, dat moet ik nemen. Ik hoor regen. Dit betekent... Land. Max, zit met obsidian. Zee. Ik heb de obsidian. Ik ben weer terug met twee obsidian, want eentje moet in het huis terecht. Max, kijk. Hier. 1, 2, voor jou. Niet meer, niet minder dan 1. Ik heb er 2 Hebben voor we ook leer? Ik heb toevallig 1 leer bij me. Echt? Nou, dat komt omdat ik zo'n beest geslacht heb net. Hier, kijk. Die is voor jou. Dat is sympathiek. En dan hebben we toevallig... Ja, dit wordt hem gewoon. Dit wordt het item Rick, van de hele... Rick, wat ben verzamelen? Dat is echt belachelijk hoeveel items Rick aan het verzamelen is. Hoeveel heb je al verzameld? Ja, echt heel veel. Waar is je kist? Deze. Hey. Ik ga iets verzamelen. Nee, maar Rick! Je hebt bijna een hele kist vol verzameld! Wow! Maar heb je de cactus ook... Zeg maar alsjeblieft dat je de cactus wel plant ergens. Had je die nog nodig? Ja, natuurlijk hebben we die nog nodig! Ja, hij staat hier. Oh, gelukkig. Ik schrok al. Ik heb er nog meer nodig. Ik kan nu niet verder. Ja, we moeten even... Ja, dan moet je naar die woestijn. Die is inmiddels wel beschikbaar. Dames en heren. Ja? Ja. Een Edge Altered Timer. En nu moeten we Silk Touch krijgen. Dan kan jij je taak uitvoeren. Yes. Dank ja, het doel voor deze aflevering is dat Justin minimaal eentje heeft. Ja, één kleurtje. Maar het Silk Touch dat is echt wel gewoon... Dat nee, dat is heel makkelijk. Maar geen plaatsen. Ja, ik zoek alleen nog wat leer hier. Wat? We hebben 1 leer nodig. Voor wat? Ja, voor een boekje. Waarom heb je 1 boekje nodig? Ja, dan kan ik een beetje gaan verzamelen. Oh. Maar we hebben geen leer. 1 leer. Rick, heb je een leer? Nee. Misschien in een van die barrels bij, Ja, een boekje. Ja, boekje. Hier. 5 leer zelfs. Ik heb een boekje. Oké, okay, je hebt wel een boekje. Waar gaan we de Chanted Table plaatsen? Doe maar even tijdelijk hier. Gewoon tijdelijk. Maar we volgende aflevering van een huisje ervoor. Ja. Hier. Ja. Wacht. Efficiëntie? Nee. Wat? Ik kom net niet bij... Ja! Jawel! Ik kom bij een cactus! Ja! Ja. Heb je nog weer cactus? Ja! Minimaal 3. Hoi. Lekker lik. Wat ben ik blij, lekker lik. Lekker lik. Lekker. Oké, ik heb 3 cactus. Dat is voor nu echt voldoende. Wat vind jij? Ja, dat vind ik. Ik vind het heel spannend dat je gaat het chat. Ik ben echt aan het volgen. Ja, ik zoek... Hoe noem je zo'n grindstone? Hoe maak je dat ding? Die staat hier. Stonecutter. Nee, grindstone. Die staat hier. Stonecutter. Nee, dat is een stonecutter. Ik zoek aan grindstone, lieve Max. Grindstone maak je met oak planks, een stone slab en 2 stickers. 2 oak planks. Ja. 2 stone slabs, die heb ik hier. Oh, heb jij. En sticks heb ik hier. En ook hier, kijk, ik ga hem al voor je maken. Maak je maar, kom je aan brengen. En die hadden we nog niet eens, de grindstone. Oh, nee, kijk, ik maak dingen die je niet zoals je ziet, snel zult zien. Kijk, daar staat hij. Power 1. Wat heb je? Power 1. Waarom doe je boekjes? Nou, dat is toch het helemaal... Wacht, ik help wel. Doe even drop even de helft. Van? Van de boekjes. Oh, moet je op de midden scheuren, zeker. Oh ja, sorry, doe maar zelf. Mag ik wel wat dinges van jou? Nee. De lapjes van Zoelie? Ja, mag... de helft. De helft, ja. Oh nee. Oh, daar komt ie. Ik ga een 3 enchant erop doen. 1, 2. Zal ik het doen? Ja. Unbreaking 1. Efficiëntie 1. Mag ik een beetje lapis? Laat mij zeggen. Ja, ik heb Justin allemaal. Allemaal, ik heb er 3. Justin, mag ik even de lapis? Oh, wacht hier. Ik heb ook lapis nodig trouwens. Hier, voor er twee, kleur. Twee voor je mic. Ja, dus heb je ook voor mij? Ja, hier. Oh, hier. Oh ja, kijk op. Hoe zit je mijn taak nu uit te voeren, Max Verstappen? Ja, ik wil je helpen. Ja, helpen? Je zit me ja, tot last. Ik wil helpen. Maar jij gaat nu de credits op jezelf schrijven, omdat jij straks een Silk Touch hebt. Waar ik dus 3 miljoen jaar heb voor gestreden. Waarom? Omdat ik zo lage levels ben, Sanitja. Ik heb echt poep en chance op mijn dingen nu. Maar dat maakt niet uit. Tuurlijk maakt dat niet uit. Wat heb jij, Rick? Efficiëntie 1 en Unbreaking 1. Ik ook!
En Sharp dus 2. Hey. Wat heb je eerst in? Hey, efficiëntie 1. Ja, maar ik denk dat we niet op deze manier Silk Touch gaan krijgen. Jawel, natuurlijk wel. Hoeveel levels heb jij, Max? Oh, op deze manier kan je dat doen. Max, hoeveel levels heb jij? 16. Ja, succes. Oké, okay, mag ik ook de dingen doorgaan tot ik... Ja, gewoon level 1 steeds doen en dan heb je hem ooit. Nee, dat kan toch helemaal niet? Nee, klopt. Weet je het zeker dat dit kan? Nee. Zo werkt het niet. Maar jullie wisten ook niet dat je die dingen hier kon hakken. Nee, maar dit is niet hoe het werkt. Zo krijg je alleen maar efficiëntie. Doe een boekje, doe een boekje. Stop met... Hier, boekje. Oké, okay, een boekje. Dan gaan we toch ook geen Silk Touch krijgen? Jawel, dat kan toch ook nee. niet. Hier. Nee, ik zou het even opzoeken. Nu heb je sharpness. Nee, dat wil ik dus niet. Silk Touch. Even kijken hoor, Silk Touch. Ik zie Justin. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, ik heb geen lapjes azuli meer, hier. Dat is op. Koraal box. Koraal. Yes, only with pickaxe, with creeper! Nee, is dat je op de table er? Ja, hij staat er nog. Hij staat er nog. Oké, wat kan ik pakken van hem? Diamond. Ik was wel op de gore creeper. Je spulletjes liggen er nog, maak je geen zorgen. Nee, dat dacht ik wel. Even kijken hoor. Op deze manier gaan we geen Silk Touch krijgen. Nee, ik ben nog aan het zoeken. En Rick is maar gewoon in de tussentijd door aan het collecten. Nee, je moet watten. Ik moet gewoon even mijn kisten gaan uitrijden, want anders gaat het allemaal niet passen. Ik heb al mijn levels uitgegeven van jouw stomme enchant, Rick. Of Justin. Ja, Rick. Ja, hey. Rick. Mag ik nog even één keer kijken? Misschien heb ik geluk met een boekje. Ja. Oh, ik kreeg wat wil je dan? Hier. Boekje. Ik heb toch geen boekje? Waar is kan boekje? Je een boekje hier ook in? Oh, maar deze dat kan. Dat wist ik niet eens. Wat, in een enchantment table? Ja. Nee, in een repair and disenchant. Ja, maar ja, ik heb geen levels. Dan kun je eruit halen. Kom maar, geef het aan mij dan. Dat doe ik wel. Ik heb 4 levels nog. Oké, okay, come on. Komt ie, hè? Oh, ik had echt gewoon een boekje moeten blijven doen. Ik heb allemaal levels uitgegeven van die stomme pickaxe. Ik wist niet dat kon. Nu snap ik je, Justin. Ja. Nu snap ik je pas. Efficiëntie. Oh, nog maar 2 levels. Oh, ik snap jou. Ik snap jou. Mijn levels zijn op. Maar we hebben nog iemand, toch? Rick, hoeveel levels heb je? 6. Kom maar. Kom even gezellig hier. Kom maar aan. Even kijken. Hey, ik zeg toch dat ik eraan kom? Ja, nee, dat is natuurlijk te lang. Hey, Rick. Als het niet lukt... Ja? Dan stopt de video... Gelijk. Nee, direct. Als het niet lukt. En wat moet ik hebben? Silk Touch? Ja. Ja. Nou, ik heb dus een breaking, protection en piercing. Dan moet je gaan voor bovenste. De eerste, de makkelijkste. Dan kost tot je een keertje de kans krijgt. Piercing. Nee, die zochten we niet, hè? En nu moet ik hem disenchanten. Ja, en dan de goedkoopste elke keer als je hem niet kan. Projectile protection, ja, nee. Nee, zoek Silk Touch, Rick. Nee, ik krijg ook levels. Efficiëntie. Nu krijg jij level, hoor. Yes, ga aan de kant. Inpeling. Ja, jammer. Kom op, Rick. Nog 2 of hoeveel? Nog 2. Nee, nog weer een piercing. Ik hou me niet van piercings. Moet je wel vast een outro doen? Nee. Nee. Ik had wel zien wat enchant gaat zijn. Ja. Protection. Nee. Nee. Mag ik nog een keer boekje? Mag ik hem? Ik heb ook nog geen level gekregen door dit. Ik denk niet dat het gaat gebeuren, Jus. Nee, ik denk het niet, want ik heb geen levels. Daar komt hij. Piercing. Nee, dat is het niet. Helaas! Dus Justin, je taak is gefaald deze aflevering. Nee, kijk eens wat hier staat. Kijk eens wat hier staat. Deze? Ja. Heb ik helemaal verzameld, hè? Ja, bloed, zweet en tranen. Oké, jongens. Laat nu in de reacties weten. Kijk jij nog op dit punt in de video? Heeft Justin zijn taak volbracht? Ja of nee? Dan reageer je ja, Justin heeft zijn taak volbracht, want... Of nee, Justin heeft zijn taak niet volbracht, want... En dan de reden. Nou, gewoon even omdat ik veel moeite heb ingestopt, jongens. Ja, omdat je moeite ingestopt. Rick heeft hier echt... absurd veel verschillende kleuren en zo verzameld. Ja, dan ben ik wel heel trots op Rick. Nou, heb je goed gedaan. Ik heb ook leuke items hier verzameld. Dus was weer een goede aflevering. Oh, hier zit ook alles kijken. In. Wow. Ja, we zitten op 41%, jongens. Oh, 435 items van de 1048. We zitten bijna op de helft van Border Survival. Wat vinden we er nou van? Ja, dat is vet. Dat is vet, hè? Hoe cool is dat? Super gaaf. Oh. Vet, cool, super gaaf. Binnen 7 uur. Dat valt eigenlijk dan. Dat is best goed. Zich. Het is best wel netjes, gewoon zoveel items binnen 7 uur verzameld. Als we op dit tempo doorgaan, kunnen we binnen 24 uur playtime denk ik wel 100% halen. Dan hebben we gewoon een wereldrecord. Maar dan moeten we snel uitloggen. Goed jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Laat even in de reacties weten wat jullie graag willen dat we in de volgende Border Survival doen. We moeten natuurlijk nog steeds heel veel items verzamelen, maar misschien hebben jullie wel een goede suggestie met wat handig is om te doen. In ieder geval, kijk nu lekker deze video. Dit is namelijk het vorige deel waarin Justin er nog niet was. Hierin had ik een wedstrijdje tegen elkaar.
Rick is commandant geworden. We houden Rick ook nog wel voor commandant voor deze video. Want dan is zijn prijs echt gewoon veel waard. En dan nu spreek je later. Glaasje water, tot de volgende keer.